Meemaken. Een kleine delegatie, want het gaat om een grotere groep. Maar natuurlijk moeten we ook rekening houden met de protocollen. Um, hebben we de mensen van DNV, de vrouwen van DNV, uh, een beetje mogen verwennen dankzij de president. Morgen is een bijzondere dag. Het is Moederdag. Wanneer we kijken naar de opoffering die voornamelijk de moeders vanuit uw team hebben gebracht voor deze natie. In het kader van COVID, daarom zijn we vanmorgen hier met een deel van ons team en onze teamleden om een bijzonder moment met u te delen. <middels> Onze Surinaamse dochter, onze Queen. De vrouw waar we elke dag opkijken met heel veel trots. En iedereen zegt: doe it. We can do the job. Yes, we can. En we zijn bijzonder trots op u. Mogen wij ook uw voetsporen volgen. En deze dochters staan klaar, ready om samen met u Mama's Ranang op grotere hoogte te brengen. APPLAUS rest mij te zeggen: wij, allemaal moeders, en ook de vaders die achter ons staan om het werk succesvol te doen maken, zou ik zeggen heel veel zegen, blessings en verwennen jullie allemaal elkaar morgen. Voor jezelf en natuurlijk onze familieleden. En aan ieder vraag ik jullie extra in de bloemetjes te zetten. Want zelf één seconde rust kennen we niet, toch? Maar proberen, laten we proberen onszelf ook uh, een beetje extra liefde te geven. En dat zal onze boost zijn om verder te gaan. Nogmaals, grand Tangi. En hartelijk dank. Dat wat u voor onze natie heeft betekend. Super. U bent gewoon mijn idool. Ons idool. En we gaan ervoor. Yes. Yes, thank you. God made you special. God made you so special. For there's no other who's just like you. Special you are. Well, lieve Dat is een verrassing, president. Al die tijd bent u dus bezig geweest met uh, deze uh, dames en heren om uh, een, een verrassing voor ons voor te bereiden. Nou, um, het is begonnen met een heel mooi lied. En dan uh, met deze inspirerende warme woorden namens het COVID-management-team en dan wel de vrouwen binnen het team. De vrouwen en de moeders. Um, Wat u weet in principe, wij alle vrouwen, als wij nog kinderen baren of niet, wij zijn moeders, want wij zorgen voor, wij luisteren naar, wij omhelzen en we geven allemaal waarden die vrouwen hebben en die moeders ook hebben. Dus namens alle vrouwen hier aanwezig en nog alle andere vrouwen die niet hier zijn. Ik heb ze aangegeven. Ik heb begrepen. U weet, ik ben van de inlichtingendienst. Dus ik heb begrepen dat er iets komt. Ik zei ze nog uh, vrijdag. Uh, er komt een verrassing. Maar u uh, hoort er maandag meer over. Ik ga dit met ze delen. Um, we zijn nu weer in vergadering. We hopen morgen minder te werken. Ik hoop niet dat ik een Jimmy van hier ga horen. Uh, maar we, we zijn er werkelijk. Voor, voor onze natie, um, voor onze kinderen. We moeten doorgaan. COVID-19 um, moet beheersbaar blijven in Suriname. Dus we gaan door, dag en nacht. En wanneer we weten dat mensen achter ons staan. En, en voor ons bidden dat de kraak nu en ook constructieve kritiek nemen we aan als jullie zeggen van het moet een beetje beter gaan naar links of gaan naar rechts. We hebben het nodig, want dan weten we van elke keer wanneer we daar op de brest staan, weten we dat heel Suriname achter ons staat. Toch? Dus gezamenlijk, we doen het samen, dat is ook onze leuze binnen COVID-19 die beheersing daarvan. We doen het samen. Wij zitten misschien op tv, wij vergaderen de hele dag. Maar als wij als Suriname luisteren naar de president wanneer hij zegt, houdt u zich aan de regels. Wanneer hij zegt, dit zijn de maatregelen, zo gaan we aanpassen. Als we dat alleen maar doen, dan zijn wij ook tevreden. Ik wens ook aan u allen een prettige moederdagmorgen en je made our day. Thank you well. For he took the time to breathe into your heart and mind an identity. You're a kind old style. He set you apart. Be yourself. It's fine, it's our God's design. Zoals uh, we allemaal weten, maakt de wereld bijzonder, bijzonder moeilijke tijden door. We zijn part, we zijn deel, we zijn onderdeel van de wereld en het heeft ons ook niet met rust gelaten. Uh, het Covid-team heeft en de, en de overige structuren, welke onder het Covid-team vallen, hebben. Bijzonder veel werk verzet. En ik ben blij dat het u niet ontgaan is dat u het allemaal vandaag geregeld hebt. Ik heb het niet goed geregeld. Ik heb het niet geregeld. Het oh. zijn, zijn de dames dame zelf en de jongeren hier die vonden dat ze weten dat het COVID-team lang van huis is, lange uren maakt. Uh, allerlei ideeën zijn gekregen, niet alleen hier maar ook met Caricom, ook met de rest van Europa, we zijn, we proberen niet iets voor onszelf uit te vinden, natuurlijk binnen ons soeverein zijn door wij ons zeggen uh, ik ben ook erg verrast, ik ben heel erg blij dat men deze moeders niet vergeten is en namens moeders thuis first lady wens ik alle moeders een gezegende, een prettige dag. Jammer dat ik niet binnen kan komen, allemaal. Want morgen is de dag van de Heer om te koken, toch? Maar ik wil u bedanken voor het enorme initiatief uh, en hiermee feliciteren? En mag ik het COVID-team en alle onderdelen, zeker uh, op deze speciale dag voor de vrouw, mag ik u bedanken. Bedanken namens het Surinamse volk. Het gaat de goede kant op. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Bedankt. Allemaal bedankt. Bedankt, bedankt. God made you special. God made you so special. For there's no law. onder who's just like you Och gönnen diese belangrijkste vrouw van ons laat niet overslaan om ze vandaag toch wel extra die boodschap te komen geven hoe trots we zijn op eh uh, deze voorbeeldfiguren en ehm um, Met de ondersteuning natuurlijk van de president, waar de vrouwen de ruimte krijgen, ook hun kunnen te tonen. Dan zeg ik van, is het een bijzonder moment geweest. Daarom was het nodig dat we toch even komen, kenbaar maken. Queens, we staan achter jullie en jullie zijn echt wel een voorbeeld voor alle vrouwen. Natuurlijk elke Surinaamse burger, maar vooral voor alle vrouwen, wat we allemaal kunnen doen. Wat we allemaal in ons vermogen hebben als het gaat om het beschermen van je land, het opbouwen van je land en noem maar op. Dus de vrouw is een topmanager en mevrouw Vera is een van ze, de topmanagers. Heeft u misschien nog een boodschap voor alle moeders? Ik wil zeggen, er is tenminste één dag waarop je jezelf mag verwinnen. Geniet ervan, enjoy en het gaat u goed. U bent een zegen en u is altijd tot een zegen voor een ander.